Nou, als je een werknemer bent en je komt dus in de arbeidsongeschiktheidsregeling en je moet je ziek melden, uh, dan moet je naar een bedrijfsarts. En als je zelfstandig bent en je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan moet je naar de medische adviseur. En beide doen ongeveer hetzelfde dan. Die kijken van wat zijn nog de restmogelijkheden en wat zijn de beperkingen. Um, en die moeten dat ook in een soort van uh, ja, lijst uh, af gaan geven. En dan moet er verder geadviseerd worden van wat je dan wel of niet nog kunt. En bij een werkgever moet dat dan ook gerealiseerd worden. Er zit een verplichting op. Hè? Want de werkgever en de werknemer moeten volgens de regelingen zoveel mogelijk doen... om zoveel mogelijk nog benutbaar in arbeid uh, te blijven. Um, en ja, dan moet je het wel eens naar de bedrijfsarts. Want je moet controle, zoals het dan heet, en advies moet je mogelijk maken... Je kunt het zien als controle, dus als verplicht, maar je kunt het ook zien als advies. Het is iemand die is kundig, dus die kan jou ook adviseren en meehelpen en meedenken. En nog mooier is, is dat, dat je dat in een vroeg stadium doet als je er ook recht op hebt en het nog niet moet. Maar als het stadium van ziekmelden komt, of zodanige aanpassingen dat je niet meer volledig je werkeisen kunt voldoen en dus je niet je volledige productie of output haalt, dan moet je ook wel naar een bedrijfsarts toe. Dan moet dat ook echt ingeschaald worden.